Ik denk dat in mijn geval ergens een soort fascinatie is. Een fascinatie die uiteindelijk een passie wordt. Omdat bijna iedereen op een gegeven moment in het leven wel geconfronteerd wordt met mensen met kanker. Glioblastoma is een heel agressieve vorm van hersenkanker die heel moeilijk te behandelen is. En bijgevolg zijn ook de overlevingskansen voor die patiënten heel laag. Nu, met immunotherapie worden die cijfers van 1 op 4 momenteel teruggebracht naar ongeveer de helft van de patiënten die 1 jaar na de diagnose van herval nog in leven is. We zien dat bepaalde immuuncellen, die wij de killer T-cellen noemen, we zien dat die eigenlijk verschijnen na de immunotherapie. En we geloven erin dat we met die cellen uit het eigen lichaam van de patiënt de behandeling verder zouden kunnen gaan versterken. Ik zie de toekomst sowieso wel positief in en ik hoop vooral dat wij nog altijd die stappen vooruit gaan kunnen zetten in de toekomst. En ik denk ook dat dat sowieso mogelijk is. En onderzoek zal daarbij een heel essentiële factor zijn, sowieso.